En niet alleen in Zwolle, ook in Raalter werd er gehuldigd. Daar is Jan Smeekens in de bloemen gezet. In het centrum is Hester van den Top. Ja, Hester, de huldiging is afgelopen. Was het druk? Het was druk. Het was boven verwachting druk. Ik denk dat hier zo'n 1500 man heeft gestaan om Jan Smeekens een heldenontvangst te geven. Hij kwam hier op een auto binnen. Hij heeft bijzondere cadeaus gekregen. Zo is er een basisschoolplein naar hem vernoemd. Dat is de basisschool waar hij zelf ook op school heeft gezeten. Hij werd hier dus echt als een vorst ontvangen. Kijk maar even mee. Nou, Hester, je hebt nu huldigingen de afgelopen dagen meegemaakt in Assen, Den Haag, Zwolle, Raalte. Kunnen die medaillewinnaars nu weer gaan doen waar ze goed in zijn, namelijk schaatsen? Ja, dat kunnen ze zeker, want aanstaand weekend moeten ze gewoon weer aan de bak als in het Olympisch Stadion in Amsterdam het NK Sprint en het NK Allround wordt geschaatst. Dat geldt niet voor Jorien ter Mors, zij zal daar niet aan meedoen. Zij krijgt aanstaande zaterdag een heldenontvangst in Enschede en ook daar zijn we live bij. Hester, dankjewel.